In deze clip gaan we een handtekening vrijstaand maken. Die je eventueel kunt gebruiken om op je foto's te plaatsen. Maar misschien is het waarschijnlijker dat je het ook in een Word-bestand of in een PDF gebruikt. Want we hebben natuurlijk steeds meer elektronische bestanden die ondertekend moeten worden. En dat zou je dus met een vrijstaande handtekening van jezelf kunnen doen. Nou, het begint met het maken van een handtekening. Ik zou zeggen, doe dat op wit, houtvrij papier. Zorg voor een wat zachtere ondergrond wanneer je het gaat doen. Dus een bureaulegger is een prachtig iets. En, en zorg voor een goede pen of stift, dat het een beetje een volle lijn wordt en, en niet te dun. Uh, zet een heleboel handtekeningen op een vel papier en kies daaruit uh, degene die je wil. Nou, maak er een foto van. Uh, nou, hoe je die foto maakt, dat lees je in de uh, verwijzing die ik onder deze clip heb staan. Maar in ieder geval een beetje overbelicht, vanaf statief, uh, handmatig scherp gesteld, noem maar op. Dat het een beetje een scherpe foto wordt. Uh, zo groot mogelijk, hè? Dus, dus flink ingezoomd of met de macro lens. Nou, en dan, dan zie je uiteindelijk op je scherm wat je hier ziet. Um, we zien dat het, uh, ja, het is niet helemaal wit is en uh, we zien ook dat de lijntjes niet helemaal vol zijn. We zien zelfs nog een krul van een andere um, handtekening. En dat, hoe gaan we dat nu oplossen? Nou, het, uh, in wezen is het uh, relatief simpel. Uh, we beginnen met uh, Ctrl-L. Uh, dan, dan roepen we niveaus op. Dat zie je hier. En uh, ja, je ziet daar een hele grote piek. En die piek, dat is het wit papier. Hier doe ik een klein piekje hier, dat is iets links van het midden, en dat is de handtekening. Nou, hoe gaan we nou zorgen dat het papier wit wordt? We houden al toetsjes ingedrukt en we, we schuiven het, het rechter driehoekje naar links toe, en we zien daar ineens een wit vlak ontstaan. Nou, we schuiven het net zo ver weg dat het grootste gedeelte van de alle zwart wat we zagen dat het weg is. Nou, in wezen kunnen we dat ook doen met uh, het, de linker driehoek door naar rechts te schuiven en dan maken we de handtekening donkerder mee. He, die, dat kunnen we ook met de Alt toets ingedrukt houden, maar goed. Wanneer je dat visueel doet, dan kan dat heel erg goed. Dus wat we nu hebben is zeker dat het wit is en dat de handtekening een goed contrast heeft, lekker vol is van kleur. Nou, rest ons niet meer dan op oké okay te klikken. Um, ja, we zien nu wel wat ongerechtigheden. Pak het gumgereedschap. Ja, zorg dat het een beetje voor gummetje is. En daarmee gummen we die krul aan de bovenkant weg. Ja, um, wanneer je inzoomt, dan zul je zien. En 100% is altijd een uh, goede optie. Kijk, er zitten hier wat onrechtmatigheden aan. Die kun je eventueel weggummen. Ja. Uh, er zullen nog beslist wel wat puntjes op het papier zitten die er altijd tussendoor uh, schieten. Hè. Die zie je hier zo. Nou, dan haal die allemaal netjes weg. We doen het nu even wat snel. Maar uh, met het gumgereedschap kun je dus uh, dingetjes weghalen. Je kunt ook met het penseelgereedschap stukjes bijschilderen. Dat kan ook. Nou, wat ik persoonlijk van deze handtekening vind, is dat ik die krul hoeft daar niet zo lang te zijn. En ik hoef dat stukje daar niet bij te hebben. Uh, wat je bijvoorbeeld kunt doen wanneer je zegt: Ja, ik vind de Jan wat te ver van de Jansen staan. Nou, we, we slepen er een, uh, een vakje omheen zo. We maken er een laag van met Ctrl-Shift-J. Wat we nu gedaan hebben. En we zetten hem ietsje naar die kant. Oh, we zien aan de bovenkant dat dat er doorheen valt. Is dus geen probleem. Ja. En we voegen even de boer al met de achtergrond samen. En ook die Jansen, die, die dat Sun, dat zit er wat los aan. Ja. We pakken even het Lasso gereedschap. En dat doen we zo. Heb eromheen. Ctrl-Shift-J. Dan is de nieuwe laag. En we schuiven hem er iets naartoe. Zo kunnen we dus die handtekening maken zoals we willen. Ondanks het feit dat het uitgangs uh, 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 voorwerp, of de uitgangshandtekening niet helemaal goed geweest is, nou we snijden hem ook zo, zo krap mogelijk bij. Oké, ja, dan hebben we alles wat er dan eventueel nog aan vlekjes of puntjes of streepjes of houtstructuur of papierstructuur in zit, daar zijn we zoveel mogelijk kwijt. Want wat gaan we nu doen, we zullen een beetje inzoomen, is we gaan met het toverstafje gereedschap, dat zit daar links, uh, kiezen we voor de modus Toevoegen. dus elke keer wanneer we klikken voegen we iets toe aan die selectie en we zetten de tolerantie op 30 dat is redelijk hoog maar we hebben ook een hoog contrast dus dat is helemaal geen probleem klik eerst maar eens buiten de handtekening en dan zie je dat eindelijk heel die achtergrond die helemaal wit is meteen uh, geselecteerd wordt klik dan in de gaatjes van de handtekening zelf uh, nou dat hebben we dus nu gedaan en um, wat ons daarna rest is draai deze selectie om dus wanneer we selecteren ja Selectie omkeren, dat is bij mij Ctrl I. Nu hebben we alleen de handtekening geselecteerd. Uh, wat je nog kunt doen is die handtekening of die, die selectie kun je wat vloeiender maken. Dat is het, natuurlijk allerlei randjes, kartelige randjes aan. Wanneer je dat van heel dichtbij bekijkt, nou, met vloeiend wordt dat wat beter. Dan zeggen we oké, okay, zo. So. En ja, nu is de keuze of we maken hem al vrij staan, maar dan zie je dus overal witte puntjes tussen. In dit geval gaan we. Een zwarte uh, handtekening maken. Nou, dat is heel simpel. Zorg dat de voorgrondkleur op zwart staat. Hier is en kies een penseel. Kies een redelijk groot penseel. En we kunnen nu, zonder dat we nauwkeurig hoeven werken, over die selectie heen schilderen. En nu hebben we een volledig zwarte handtekening. Prima, wanneer we dit zo willen. Dan uh, rest ons nu niet meer dan hier een laag van te maken. Ctrl Shift J doen we weer. Je ziet hier rechts. Zie je een laag verschijnen en die achtergrond die gooien we netjes weg? Hupse En hier hebben we onze vrijstaande handtekening. Ja, het gaat allemaal heel snel, maar je ziet het werk zo. En wanneer we zeggen bestand opslaan als en we kiezen voor PNG, dus niet als PSD, want PSD is wel handig voor Photoshop of misschien een Illustrator, maar dat is niet universeel gebruikbaar. Kies voor PNG. PNG is op dat punt handiger. Ja, uh, het is redelijk universeel bruikbaar. En het behoudt de transparantie. Dus wanneer je hem zo opslaat, dan kun je hem later dus weer met die transparantie gebruiken in een ander programma. Het voordeel is dat wanneer er bijvoorbeeld lijntjes op een papier staan of een stukje tekst en je zet daar die handtekening overheen, dat het net lijkt alsof je er overheen geschreven bent. Nou, nog een laatste. Wil je dit nou een witte handtekening maken? Dat is dan heel simpel. Kies afbeeldingen, aanpassen. En dan heb je hier staan negatief. En vervolgens wordt je handtekening van zwart naar wit. Nou, met allerlei trucjes kun je hem ook nog een kleurtje geven, maar we laten het even hierbij om eens te kijken hoe we dit nou gaan toepassen. Dus sla deze ook op als PNG uh, handtekening wit bijvoorbeeld. Goed, we sluiten dit bestand even af. Zien we hier een, uh, een foto in Photoshop en daar willen we die handtekening opzetten. Nou, we hebben die uh, handtekening wit, die hebben we hier staan. Nou, hoe, hoe los je het nou op? Uh, je zet die, uh, die twee bestandjes even naast elkaar. Zo. En met het. Verplaatsgereedschap hier linksbovenaan. Slepen we nu de handtekening op de foto van de vlieg? Nou, je ziet hij is wat groot. Nou, dat is ook niet, niet erg want, juist daardoor is hij straks heel scherp wanneer we hem verkleinen. We verkleinen door ctrl t te kiezen, dan ontstaat er een vak met hoekjes eromheen. Met blokjes omheen, pak een blokje vast en sleep dat naar binnen en houd daarbij de shift toets ingedrukt. Dan blijft de verhouding van die handtekening blijven bewaard. Zet hem ergens in een hoekje. En wanneer je tevreden bent met de grootte en de plaats, je kunt hem eventueel nog een beetje draaien. Ja, dat we nu in dit geval niet doen. kun je kunt hem een beetje draaien, zeg je oké. Okay. En dan staat je op zijn plek. Is nou de, het contrast met de achtergrond niet, niet groot genoeg, dan zou je de zwarte handtekening kunnen krijgen. Soms ja, dan is een witte wel goed, maar dan is het toch net even wat te weinig. Dan kun je eventueel een slagschaduwtje erachter zetten. Ja, en ja, dat, dan wordt het contrast toch goed genoeg. Nou, vervolgens moet je rechts klikken. En dan zeggen we één laag maken, dan maak je dus de handtekening, voeg je samen met de achtergrond. En wanneer we nu zeggen opstaan als, maar doe wel opstaan als, want anders overschrijf je het origineel. En ja, en dit zit echt in de, in de, de pixels van de foto, dus daar krijg je niet zo eenvoudig meer uit. Nou, tot zover het toepassen van die handtekening in Photoshop. Dan gaan we even kijken hoe we dat in Lightroom doen. Nou, hier hebben we een soortgelijke foto in Lightroom. Uh, waar we die handtekening op willen zetten. Nou, we gaan deze foto of meerdere foto's exporteren. Want je kunt het op meerdere foto's tegelijk doen. Ctrl-Shift-E. Dan kom je in het dialoogvenster Exporteren. En in het dialoogvenster Exporteren vind je het streepje Watermerk. Het deelvenster Watermerk. Nou, wanneer we daar eens op klikken en uh, Watermerk bewerken doen. Dan uh, kunnen we een afbeelding kiezen. In dit geval de witte handtekening. Die staat. Die komt dan in je afbeelding te staan. En hier rechtsonder krijg je dan uh, hoe groot moet die worden. Dat doe je dus zo. En waar moet die staan? Ja? Ver of, of dichtbij de, de, het kaderrand. En je kunt hem zelfs nog midden opzetten, of rechtsboven of links. Dat, dat maakt allemaal niet uit. Zo, zo maak je die. En wanneer je nu zegt: opslaan, dan, goed, dan zeg je uh, handtekening. Ja, vies. Ik weet niet of dat uh, kan. Want die bestaat al. Nou, goed, de sla hem op. En wanneer ik nu uh, exporteren doe. Dan zal hij, zoals we het nu gezien hebben, op alle foto's die we geselecteerd hebben, die handtekening op die plaats met die grote zetten. En dan heb je dus meteen JPEGs met je handtekening op. Dus zo simpel is het in, in Lightroom. Zo simpel was het in Photoshop. Zo simpel is het straks ook in, in, uh, in Word of in een, een PDF-document. En zo kun je dus uh, ja, toch heel makkelijk. Uh, een handtekening vrijstaand maken en digitaal gebruiken. Tot zover deze uh, workshop over een handtekening vrijstaand maken.